Jawer, hier zijn we weer met een gloednieuwe video, dames en heren. Brahim Vlogs hier. Vandaag hebben we een hele mooie video, een hele speciale gast. Voordat ik daar meer over ga vertellen, wil ik jullie eerst vragen natuurlijk om te gaan abonneren, om te delen, om te liken en een comment. Ik probeer alle comments te lezen, dus stuur ons ook hele mooie berichten waar we wat aan hebben. Voordat we daar naartoe gaan, wil ik eerst even zeggen dat ik super blij ben. Waarom ben ik blij? Ik heb een hele mooie samenwerking met iFood. En iFood, dat is eigenlijk ja, een bedrijf wat gespecialiseerd is in prachtige voeding, wat eigenlijk een beetje vloeibaar is. Ja, het zijn allemaal verschillende drankjes. Ik ben zelf iemand die heel moeilijk eet. Heb vaak druk, vaak onderweg. Of ik ben op kantoor en ja, ik heb geen tijd. Nou, dan hebben zij eigenlijk een alternatief. Nou, kijk even mee. Ik heb hier even een aantal smaken. Je hebt natuurlijk veel meer smaken. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, dit is echt top. Ik ben er super blij mee. En als je dit eet, dan krijg je sowieso een vol gevoel. Het is super gezond. En ik weet dat zij gewoon heel veel tijd hebben besteed aan ervoor zorgen dat het ook nog lekker smaakt. Dus je hebt het gevoel dat je ja, iets met smoothies aan het drinken bent. En tegelijkertijd is het gewoon super gezond. Nou ja, ik weet in ieder geval dat ze zijn betrouwbaar. En ik zou willen zeggen, probeer het gewoon even uit. Ik ga sowieso, ja, nu naast jullie ga ik het meteen even proberen. Wat ga ik nemen? Nou, laat ik deze eens even proberen. Smoothie of smooth vanille. Nou, gaan we even uitproberen. Nou, bismillah. Ja, ik zeg heel eerlijk, het smaakt gewoon echt fris, lekker. Ja, het is gewoon echt top. En nou ja, ik kan er van alles over gaan vertellen. Link in beschrijving. Bestel gewoon sowieso. Heb je ook een kortingscode bij Brahim Bilal 10. Maar dat staat allemaal in de beschrijving. Ik zou zeggen, probeer het gewoon een keer uit. En als je het niet lekker vindt, laat het ook gewoon weten. Maar tot nu toe, eigenlijk alle smaken die ik tot nu toe geproefd heb, die vind ik zelf lekker. Ja, en jullie weten gewoon, ik ben daar gewoon open en eerlijk over. Dus probeer het gewoon even uit. Maar goed, dat gezegd hebbende, dames en heren, ik ga nu Bilal ophalen. En wij gaan vandaag naar Dirk Kuyt. Dirk Kuyt, die inmiddels trainer is van ADO Den Haag. En hij gaat Bilal ontmoeten, even een korte interview met hem afnemen. En we gaan Dirk Kuyt iets beter leren kennen. Maar ook Bilal, die in combinatie met Dirk Kuyt. Want Bilal is natuurlijk voor Ajax. En we gaan ADO bezoeken. Dat is altijd weer even een dingetje. Dus kijk even mee. Ik ga nu even Bilal ophalen. En geniet van de video. Zoals gezegd, vergeet niet te abonneren. Alleen maar liefde. Aref Edersi. Activiteit, oei oei. Negativiteit, oei oei. Geen tijd voor, oei oei. In wegen door, oei oei. Brahim, hey. Brahim! Het ligt nogal gevoelig met Bilal. We gaan even kijken. Bilal, naar wie gaan we vandaag toe? Naar Dirk. Dierentuin. Geen dierentuin. Dierentuin. Dirk Kuyt. Dirk Kuyt. Ja, Dirk Kuyt. En Dirk Kuyt is trainer van Feyenoord. Van wie? Feyenoord. Dirk Kuyt is toch geen trainer van Feyenoord? Dirk Kuyt is trainer van Ajax. Toch geen Ajax? ADO Den Haag. ADO Den Haag. Ja, is trainer van ADO Den Haag. En welke club is de beste van Nederland? ADO Den Haag. Wat zeg jij nou? Meen je dat nou? Jij was toch voor Ajax? Voor je Ajax niks? Ik begrijp het allemaal niet meer met die jongen. Ik begrijp het niet meer. Hey, hallo, kom eens even tevoorschijn. We zien je niet meer. En we gaan naar Dirk Kuyt. En Dirk Kuyt, die is nieuw bij ADO Den Haag. Hij is de voetbaltrainer.
En we gaan hem een aantal vragen stellen. Maar let op. Gaat Bilal lief zijn voor Dirk Kuyt? Ga je lief zijn of niet? Ga je een beetje helpen? Ga je helpen met interviewen? Zeker weten? Zeg maar, Dirk Kuyt, we komen eraan. Dirk, aan de gaan. Ja, maar dan... Dirk Kuyt, we komen eraan. Jelle, zeg maar. Dirk, aan de gaan. Nee, nog een keer. Wacht, zonder dit. Jelle, ja, hou maar je handen weg. Hou je handen weg. Ik zeg, hou je handen weg. Je kan toch niet zo met je... Dat kan toch niet, jongen? Hé, hey, zeg maar, Dirk Kuyt, we komen eraan. 1, 2, 3. Ja, Dirk Kuyt, we gaan naar de gaan. Nee, Dirk Kuyt, we komen eraan. Mensen, vergeet vooral niet te abonneren. Toch? Hè? Want wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... liefde. En wij zeggen altijd... Zelfdijf. Positiviteit. Are. Are. Niet doen. Niet aan mijn haar. Ik heb er nog maar een paar plukjes over, jongen. Hé, hey, doe nou niet. Ga nou niet zo gek doen. Jelle, alleen maar liefde. Ciao, ciao. Nee, niet aan mijn haar. Waarom zit deze jongen altijd aan mijn haar? Wat heb jij met mijn haar? Kan toch niet? Oh, trouwens, voordat we verder gaan. Helaas, ik heb zo meteen goed nieuws voor jou. Een verrassing. Dat gaat Dirk Kuyt jou vertellen. Ik heb een verrassing voor jou. Goed? Ga je mee naar Dirk Kuyt? Nou, kom. Nou, dames en heren, het schijnt dus dat ADO Den Haag niet in de ADO Den Haag stadion traint, maar hier ergens in Rijswijk. Ik ben benieuwd of we hem gaan vinden. Het is toch altijd wel... Wat doe jij nou, joh? Hallo. Kijk nou uit, joh, gek. Jongen. Ik ben benieuwd. Toch wel een beetje zenuwachtig, hoor. Ik weet natuurlijk nooit hoe Bilal reageert. Als hij Dirk Kuyt gaat zien. Of niet? Oh. Nou, heb je een afspraak? Moet Dirk Kuyt gewoon op ons wachten, weet je al? Want Bilal moet naar het toilet. Even kijken, hoor. Kom, Bilal. Jongen. Nou, Dirk, gewoon even wachten, vriend. We zijn nu gewoon alweer 5 minuten verder. Die jongen, die maakt niet uit wie er staat. Hij neemt gewoon overal zijn tijd voor. Het is, weet je hoe lastig dat voor mij is? Dat ik zoveel geduld moet hebben. Bille, ben je klaar? Bille? Ben je klaar? Hé? Hij staat te wachten op ons, kom op. Nou, wens me maar succes. 10 minuten verder. Bille? Kom. Om dit soort dingen ben ik dus altijd een soort van zenuwachtig. Ai. Sorry, Dirk. Nog even geduld. Bijna klaar. Nou, dames en heren, hij is eindelijk klaar. Eindelijk. Nou, ga je nou mee? Hey. Waarom duurt... Even serieus, vertel mij nou eens. Hey, vertel mij nou eens. Waarom duurt het altijd zo lang bij jou? Hé? Waarom duurt het altijd zo lang? Hey, ik heb zo meteen wel een verrassing voor jou, hè? Hé? Wat zeg je? Nou, dat ga ik je zo vertellen. Op vakantie. Nee, ik zeg niks. Ik zeg helemaal niks. Op vakantie. Ik zeg helemaal niks. Moet je kijken. Hey. Moet je eens kijken. Oh jee. Bilal, dat gaat niet goed. Bilal, wacht nou eerst even op Dirk. Wacht nou eens. Oh. Bilal, daar mogen wij niet mee voetballen. Hey, Bilal, dat is voor die spelers, jong. Dat kan toch niet? Niet schieten, hè? Niet schieten. Nou, dat zou ik niet doen. Dat zou ik niet doen, Bilal. Bilal, dat is voor de spelers, dat kan niet. Bilal, je schoenen, dat is 1. Kijk, oei. Nee. Dat gaan we niet doen, kijk. Wat ga je... Nee, dat lijkt me niet handig. Ho, wacht eens even. Nee, ja, wat denk je zelf? Kom, gaan we hier zitten. Even rustig aan. Goedemorgen. Alles goed? Excuses? Alles goed. Nou, nee, hey, dat kan niet. Nee. Hey, wat doe je nou? Ho. Hey, Bilal, kijk, dat zijn er al 2. Dat gaat dus niet goed. Bilal. Wacht even. Oh, joh.
Oh. Dit gaat niet. Nee, ja. Ah. Bilal. Jongens. Dit is niet goed hoor. Wow, jee. Bilal, hey. Dat gaat niet goed, jongens. Dat gaat niet goed. Sorry, Ado. Nee. Stop me nou. Hey. Hey. Stop. Hey. Ja. Oh. Nee, wacht even. Ja, dat is groen-geel, vriend. Zo. Hehe. Nee, joh, gek. Ga je toch geen gras eten? Oh. Nee, wegwezen erbij. Doe nou. Nee. Oh, kijk eens. Wie is dat nou? Wie is dat nou? Ik zie hem. Wie is dat nou? Een hele goede morgen. Goedemorgen. Alles goed? Ja, met mij wel. En is die camera op jou? Ja, zo gaat dat. Hé, hey, vriend, goedemorgen. Alles goed? Wie is dat? Wat voor jou? Ik ben Dirk. En wie ben jij? Bilal. Oh, Bilal. Aangenaam. Kom je mij filmen vandaag? Leuk zeg. Hij vindt het een beetje spannend, hè? Ja, ik ook hoor. Ja? Dat is helemaal niet erg. Tof. Zal ik naast jou gaan zitten? Vind je dat goed? Ja? Dan kom ik gewoon naast je zitten. Waar gaan we het vandaag over hebben? Wat ik wel knap vind, ja, is dat je wel rustig binnenkomt, zeg maar. Ja. Je laat hem eerst even aan jou wennen. Ja, tuurlijk. Ja. Dus, dat doe ik bij de spelers ook. Dus ik ben hier pas 2 weken de trainer. Ja, dan moeten de spelers natuurlijk ook een beetje aan mij wennen. En ik moet aan jou wennen en jij aan mij, dus dat doen we gewoon even rustig aan, toch? Hé, hey, Bilal. Weet je nog hoe hij heet? Hoe heet hij? Zeg maar. Dirk. Zeg maar. Dirk. Thuis. Niet Dirk Thuis. Bijna goed. Hé, hey, en hij is trainer van? Ado Den Haag. Ado Den Haag. Maar nu komt de vraag, hè. Voor wie ben jij? Voor wat voor club ben jij? Durf jij dat te zeggen? Ah ja, echt waar? Oh. Al je hele leven? Dat ligt nogal gevoelig, hè? Ja, maar ik vind altijd... iedereen mag zijn eigen club hebben. En nou ja, weet je, Ajax is altijd mijn rivaal geweest. Nou, zonder je rivalen kan je nooit het maximale uit jezelf halen. Dus we hebben elkaar ook nodig. En dat rijmt ook dat nog. Is alleen maar goed. Hé, hey, maar voordat ik een paar vragen ga stellen... We gaan eerst even Bilal verrassen. Ja. Hij weet het nog niet. Maar, hey Bilal, wij hebben een verrassing voor jou. Weet je wat jij gaat doen? Wij gaan op vakantie. Vakantie? Ja, jij mag gewoon mee. En waar denk je dat de vakantie naartoe gaat? Marokko. Oh, dat weet je al. En jij mag mee naar Marokko. Ah, gaan we met het vliegtuig of met de auto? Zeg het maar. Met de? Auto. Met de auto. En mag Dirk mee? Ik ben al op vakantie geweest. Ik kan ook niet weg, want ik moet hier heel hard mijn best doen. Om te trainen. Maar ik ben heel blij voor jou dat jij wel op vakantie gaat naar Marokko. Hé, hey, want vakantie is alleen voor echte? Echte mannen. Echte mannen. Ja. Hé, hey, Dirk, wij zijn hier. Wat ik interessant vind is... Nou, je bent trainer, je bent voetballer geweest. Heel veel tijd wat je daarom moet besteden. Ja. Maar toch kies je ervoor... om iets voor de maatschappij te betekenen. Ja. Kun je ons daar iets meer over vertellen? Ja, zeker. Nou ja, ik heb natuurlijk heel veel aan het voetbal te danken in mijn carrière. En sport heeft voor mij altijd heel veel betekend. En ik vind het heel mooi om iets terug te kunnen geven. Omdat we, ja, weet je, het voetbal heeft mij heel veel gebracht. En het is nu mooi om met de Dirk Kuyt Foundation, waarbij mensen met een beperking steunen, om te gaan sporten, om iets terug te kunnen geven. Want voor heel veel mensen is sporten normaal. Ja. En voor mensen met een geestelijke of fysieke beperking is dat niet altijd normaal. En ook niet altijd even makkelijk. Met vervoer en het regelen van accommodatie. Dus daar maken wij ons sterk voor. Want ja, wij vinden dat ieder mens recht heeft om te sporten. Ja, maar waarom per se mensen met een beperking? Want je kan ook zeggen achterstandswijken of Ja, nou, omdat ik vind dat...
dat daar nog veel te weinig mogelijkheden voor zijn. Ten eerste wordt er vaak gedacht van mensen met een beperking dat ze niet kunnen sporten of heel veel sporten niet kunnen doen. Nou, ik heb inmiddels in de afgelopen jaren ondervonden dat er heel veel sporten mogelijk zijn op dat gebied. Maar we moeten het ook wel mogelijk kunnen maken. Dus niet alleen dat, dat sporters met een beperking kunnen sporten, maar je hebt bijvoorbeeld ook vervoer er naartoe nodig. En ook begeleiding en dat soort zaken. En een van de andere dingen die ik heel erg belangrijk vind is dat... Dat het samen moet gaan. Dus dat we naast elkaar moeten kunnen sporten. En dat is nu ook nog veel te veel geschreven. Ja. Hoe is het eigenlijk begonnen? Daar ben ik wel benieuwd naar, hoe zoiets dan ontstaat. Het is begonnen eigenlijk al bij toen ik bij Utrecht speelde. Dat is een club die al heel veel voor het goede doel deed. En goed veel maatschappelijk werk. Bij Feyenoord was dat ook zo. En eigenlijk word je dan heel veel gevraagd om iets te doen. Waar je natuurlijk altijd voor open staat. En toen waren mensen in Katwijk, de plek waar ik opgegroeid ben, die hadden zoiets van, waarom begin je nu al niet je eigen foundation? Zodat je nu al iets terug kan doen, want je hebt zo'n groot bereik met je netwerk als voetballer. Ja. En dat zijn we toen opgestart, dus we hebben heel veel energie in gestopt. En nu na jaren denk ik dat we heel erg trots mogen zijn op wat we allemaal doen voor de foundation. Ja. En ben je zelf nog wel een beetje betrokken? Of ja, uiteraard ben ik betrokken. En dus we hebben natuurlijk wel een behoorlijke pittige periode achter de rug met de coronasituatie. Waardoor sporters met een beperking nog meer beperkt zijn geworden en in ieder geval niet hebben kunnen sporten. Maar wij organiseren heel veel sportevenementen per jaar of ondersteunen dat soort evenementen. En ik probeer daar natuurlijk ook bij te zijn. Nou, verder organiseren we zoals afgelopen april een gala waar ik dan ook bij aanwezig ben. Ja, en ik probeer waar ik kan mijn steentje bij te dragen. Ik ben natuurlijk wel druk nu ook weer in mijn huidige functie. Ja. Maar dat neemt niet weg dat ik wel volledige betrokkenheid heb bij de foundation. Ik ben van alles op de hoogte wat er gebeurt. Ik ben dat een beetje moe. Ik ben er niet helemaal uitgeslapen. Ik ben in ieder geval betrokken. We hebben maandelijks overleg met elkaar. Ja, en we hebben nog heel veel doelen en dromen met de foundation. En die gaan er gewoon voor zorgen dat we die waar kunnen maken. Ja. Hey, en wat we opmerken is, in Amerika is het eigenlijk heel normaal dat spelers een foundation hebben. Ja. Waarom denk je dat in Nederland eigenlijk heel minimaal is? Ik denk niet zozeer. In Nederland gebeurt het ook wel. Bijvoorbeeld Giovanni van Bronckhorst heeft zijn eigen foundation. Ruud van Nistelrooy heeft jarenlang zijn foundation gehad en zo zijn er echt wel veel spelers die dingen doen. Er wordt niet altijd kenbaarheid aangemaakt, want vaak draait het bij een voetballer of een coach om het voetbal. Want dat is waar mensen toch op afkomen. En op het moment dat er iets gedaan wordt voor teruggegeven wordt aan de maatschappij, wordt er toch minder aandacht aan gegeven. Ja. Ik merk dat ook bijvoorbeeld met mijn social media. Als ik iets post over voetbal gerelateerd, dan krijg ik daar heel veel aandacht voor. Post ik iets voor de foundation en voor mensen met een beperking, dan zie je toch al dat daar anders op gereageerd wordt. Dus het is ook een beetje een cultuur in Nederland. In Amerika is het inderdaad heel gebruikelijk dat de exposure veel groter is. Ja. Waardoor de zichtbaarheid veel meer is. Dat hebben wij in Nederland wat minder. Dus ik hoop ook dat we dat in de jaren kunnen verbeteren. Maar ik moet wel zeggen dat er meerdere voetballers zijn die iets terug willen geven aan de maatschappij. En daarnaast zijn er ook heel veel clubs, Utrecht, maar ook bijvoorbeeld hier ADO Den Haag heeft maatschappelijk werk. Feyenoord heeft zijn eigen foundation. Dus ook de clubs doen heel veel, ja. In het bijzonder waarin de spelers natuurlijk ook allemaal een rol spelen. Ja. Dus we doen best veel, maar dat het meer zichtbaar kan en mag worden, dat ben ik zeker met je eens. Ja. En wat kunnen we daaraan doen, denk je? De kijken hoe we de dingen meer zichtbaar kunnen maken en mensen kunnen enthousiasmeren hoe belangrijk het eigenlijk is om voor iedereen te sporten. Het maakt niet uit wat of wie je bent, welk geloof je hebt of welke huidskleur of je een beperking hebt of niet. Ik geloof dat wij alle mensen hebben een bepaalde beperking, het is maar hoe je ermee omgaat. En die gelijkwaardigheid, ik hoop dat we daar meer zichtbaarheid aan kunnen geven in de toekomst. En daar zijn we ook mee bezig met de Dirk Kuyt Foundation. Maar het allerbelangrijkste is dat je samen dat gevoel gaat dragen. Ik ben zelf actief in het bestuur van de Ricardo Verijn Foundation. Ja.
En Stichting Elk Kind een Bal. Ja. Dus wij proberen dan ballen te doneren aan, aan kinderen. Ja. En dat is dan samen met de Jan Cruijff University en Foundation. Ja. En dat doen we ook in het buitenland. En ik merk gewoon hoe belangrijk het is dat je rolmodellen hebt, positieve rolmodellen, ja, die dat allemaal omarmen. Want op het moment dat jullie dat omarmen, ja, dan merk je dat er iets in beweging komt. Ja. En ik vind het belangrijk dat ik daar persoonlijk met mijn bescheiden volgers, om daar aandacht aan te schenken. Ja. En, dus ik vind het echt super knap en bewonderingswaardig. Dat je eigenlijk helaas een van de weinigen, ja, bent in Nederland die er al vroeg iets mee heeft gedaan. Ja, nou ja, ik ben blij dat ik dat gedaan heb. En ik kan voetballers alleen maar hetzelfde meegeven. Omdat je merkt dat als je voetbalt, je bereik en je netwerk om mensen te benaderen, om mee te doen, nog groter is dan dat je gestopt bent. Dus en dat was een van mijn doelen destijds toen ik speler was, om het fundament van de foundation alvast te plaatsen tijdens mijn carrière. En dat werpt nu zijn vrucht af. Ja, en maar wat soort leuke momenten maak je mee? Waar krijg je nou echt voldoening van? Nou ja, de verhalen en op het moment dat je die sporters echt bezig ziet. De verhalen zijn heel ingrijpend. Soms worden mensen geboren met een beperking. Andere mensen raken beperkt doordat ze bijvoorbeeld een auto-ongeluk hebben gehad. Maar het feit dat zij zoveel voldoening uit de sport kunnen halen, maar ook hun sociale contacten daarmee op kunnen bouwen, ja, dat is gewoon heel mooi om te zien. En als je de sporters aan het werk ziet, krijg je vaak kippenvel. Maar het is ook de entourage eromheen, dus ouders, begeleiders, die je gewoon ziet genieten op het moment dat een kind of volwassene hetgeen doet wat hij het leukst vindt, en dat is sporten. Ja. En nu ben je trainer. Ja. Tenminste, je bent al jaar trainer. Ik zag je af en toe bij, ja, Feyenoord rondlopen. Ja. En wat is het verschil tussen de senioren en de junioren? Kijk, als je een jeugdteam coacht, dan ben je eigenlijk aan het opleiden voor een eerste elftal. Dan is er natuurlijk altijd wel een prestatiedruk. Maar het allerbelangrijkste is dat de spelers klaar gaan maken voor het grote werk. En nu je trainer bent van ADO, dus de senioren, ja, dan komt de prestatie bij kijken, dus dan is er echt een doelstelling en in het geval van ADO is het promoveren. Ja, dus dat is een hele andere mindset en ik heb wel uitgekeken naar mijn eerste klus als hoofdcoach bij de senioren en ik ben benieuwd naar de toekomst. Ik ook. Ja. Ik wil je heel veel succes wensen. Ja. Oprecht bedankt. Ja. En het lijkt ons leuk om een keer langs te komen. Tenminste mij, ik weet niet hoe Bilal erin staat. Bilal, je bent altijd welkom. En ik wil je bij deze uitnodigen, maar dat moet je zelf maar weten. Wij spelen nog niet tegen de eerste elftal van Ajax. Maar binnenkort spelen we wel tegen Jong Ajax. En misschien vind je het leuk om de wedstrijd ADO Jong Ajax te komen kijken. Echt waar? Deze ben je van harte uitgenodigd. Ja, hij heeft me al gegeven. Hij is super bedankt, ja, hè? Ik ga gauw me voorbereiden op de training. Ja? Tot ziens, hè? Leuk je te ontmoeten hebben. Hé, hey, dankjewel, hè? Alsjeblieft. Hoe kan jij nou zenuwachtig raken? Dat begrijp ik niet. Hé? Hé. Hey. Hoe kan jij nou zenuwachtig raken? Wat vond je een beetje spannend? Ja, hè? Hè? Vond je het een beetje spannend? Hé? Hey, maar is Dirk Kuyt nou lief of niet? Hè? Is Dirk Kuyt nou lief of niet? Hè? Maar dat ik jou zenuwachtig zie, dat vind ik echt apart. Jij durft gewoon te zeggen dat je voor haar Ajax bent. Hè? Hé. Hey. Jongen. Wat zie ik? Wat gebeurt hier nou? Ik is? Hey. Pas je hem? Alsjeblieft. Wat zeg je dan? Fijn gedaan. Nou. Zie ik volgend jaar weer, hè? Ja? Afgesproken? Hey, dankjewel, hè? Hey. Ja, die is voor mij. Geef mij hier. Hey, hallo. Die is voor mij. Geef eens hier. Kom eens hier. Hallo. Hey. Hallo.
Jawel, hier zijn we weer mensen. Voordat ik verder ga, vergeet niet te... Abo. Wat heb jij? Dirk zit net midden in zijn gesprek, wat doe jij? Gaat hij gapen? Dat is regel nummer 1, je kan niet gapen tijdens een interview. Hey, hoe vond je het? Nee. Vond je het leuk? En wie heb jij vandaag ontmoet? Wie? Wie heb je vandaag gezien? Dirk Thuis. Dirk Thuis, ja natuurlijk. Hoe kom je erbij? Dirk Kuyt. Ja. Dirk Kuyt. Ja. En is hij een beetje lief voor jou? Klein beetje of heel veel? Oh, sorry. Heel veel. Heel veel. Hey, en wat heb jij gekregen eigenlijk? Laat eens even zien aan de mensen. Wacht, doe hem zo. Zo, doe maar omhoog. Na. Hey. Voor wie ben jij nou? Voor Ajax of voor ADO? Voor wie ben jij nou? Allebei. Allebei? Nee joh, dat kan toch niet? Dat kan toch niet voor allebei? Nou ja. Wat moeten de mensen doen, Bilal? Abonneren, want... Wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... Liefde. En wij zeggen altijd... Positiviteit. Are. Are Vedetti. Mensen, dankjewel. Dirk, dankjewel. Alleen maar liefde. Ze kunnen naar aan te kijken. Hè? Doe nou niet alsof je knap bent. Nee. Hup. Afblijven. Afblijven. Positiviteit en wat liefde. Is wat we moet verdiepen. Respect en moet je verdienen. Alleen voor de fam zullen we blieden. Niet voor Bilal, ja, waar.